20.000 calorieën. Yep, dat is wat wij vandaag samen gaan eten. Dit betekent dat wij per persoon 10.000 calorieën binnen 24 uur moeten hebben gegeten. Denk jij dat het ons gaat lukken? Vier maanden nu. Zo, het is 11:30 en we dachten, we hebben zoveel zin in een lekker kapsalonnetje. Ik heb er zo geen zin in. Ja, dan maken we toch de kans iets groter dat we het gaan halen. Want het is binnen 24 uur, dus nu telt. Of in ieder geval zo meteen telt. We gingen kapsalon bestellen en we hadden het gezet op 12 uur. Dus die man belt, we hadden echt vanmiddag besteld. Klopt het wel dat jullie om 12 uur hebben besteld? We dachten echt van, ja, dat is natuurlijk super raar dat je iets bestelt voor 's nachts. Nu filmen we wel haar. Zeg je dan? Met je goede gedrag in de kebabzaak. Ja, maar ik had eigenlijk ook in bed kunnen liggen. Het is een nieuwe dag is aangebroken en we mogen even eentje. Eindelijk. Dat rotting staat hier al uren te rotten. Oh, niet normaal. Bakje 1. Bakje 2. Bakje 3. Ja, het is een grote knoflook best wel hoor. Oh, in één zakje knoflooksaus ja. Zit 120 calorieën. Take some sauce. Lekker man. Oh, zoveel knoflook. Ik had niet wat er zo in zat. Het is echt heel veel. Eet smakelijk. Jij ook. Baklava 1. Maar dit vind ik oprecht zo lekker. I love this. Ik ben niet zo stom in deze dag. Ik voel alles grappiger in de avond. Eigenlijk zou ik nu willen stoppen. Ga je doen? Nee. Nee, ja. Nee, dat mag dus niet. Ik ga er ook even in proberen. Nu ben ik best wel benieuwd. Een vettig onderkantje. Laat zien dat het gezond is, hè? Wow! Ze hebben helemaal 10 voor rustig. Nee, deze zijn echt lekker. Je zou er toch echt wel nog 9 van op kunnen. Nou, makkelijk. Ze gaat ook door. Niet spelen met eten, Maxine. Oh, god. Look at this. Nee, ik... I'm fucking finished, yeah. Ik vind echt dat ik ook gewoon klaar ben. Nee, je moet... Max. Ja, nee, dit frietje. Dat frietje met dat vleesje. Dit ook! Kijk naar de mijne, kijk naar de jouwe. Hij is nog niet helemaal finished. Oh, lekker. Hoeveel baklava's heb je op? 3. Nee, hoeveel ben jij erop dan? 4. Toch? Ja. Ja. Ja, moet wel, dan hebben we er nog maar 5. Nee, echt, ik ga niet nog een eten hoor. Ik doe er nog wel eentje. Moet ik? Ga jij er nog een eten? Ja, als jij er ook eentje doet. Geef me heel even, oké? Dan ga ik er één eten. Oké, is goed. De vijfde, guys. Mm. Cheers. Dit is wel zo mooi. Oh, gaat ie horen. Alsof het niks is. Ik kijk er geniet hier op. Welke wordt dat? 1, 2, 3, 4. Ik ga voor deze. Deze onderkant is sompig. Daar hou ik van. Dat is allemaal hoor. Ja, klopt. Een klein hapje. Oh. Mm. Lekker. Oké, wat gaan we hiermee doen? Gaan we even bewaren voor morgen? Want ik heb echt genoeg gehad. Als je me 10 minuten geeft, ik kan best wel goed zoetigheid eten. Dan eet ik er nog 1. Oké, dan doe ik met je mee. 3, 2, 1. Oh, dit is duidelijk. Running. Verbranden en even vooruit moet zijn. Oké, we skippen de allerlaatste, ook al is het heel zielig. Anders gaan we echt een hartslag van 1000 krijgen. Oh, Jij vind je lekker, hè? Oh, maar even een rondje rennen. Dan, ik zweer, dat helpt echt. Dat werkt. Ik zag dus net nog even iets leuks in de kast liggen. Een bergpijpje.
En daar zitten 143 calorieën per bergpij. Er zitten zoveel in één bergpijpje. Als we dit nu eten... Zeker, rammel, ik heb nog zoveel honger. Gadverdamme. Hoe krijg je die nog naar binnen? Echt misselijk. Echt misselijk hiervan. Kom op, door eten. De calorieën moeten erbij komen. Kom, kauwen. Beast mode! En we moeten natuurlijk wel bijblijven. Rammig. Nou, we zijn weer 280 calorieën verder. Eigenlijk vind ik wel dat je er gewoon nog eentje moet eten. Kijk. Maar meer. Eén, twee, op. Maar ik wil niet meer. Stempje schaar. Oké, is goed. Voor wie nog één moet. Is goed. Nu, ja, jij moet er nog eentje. Hey, en als je kotst, hè, dan moet je er allemaal weer bij eten. Nee, dat is grappig. Nee. Dat is niet de regel. Jawel, dat is echt zeker wel de regel. Je kan niet tegen je verliezen, hè. Sukkel. Bluf, eet er een dan, sukkel. Ja, kom op. Een beetje door eten, we hebben niet heel veel dag de tijd. En als het eruit komt, ook voor jou, eet je het gewoon weer bij. Klopt, wijf. Het was bedtijd en de volgende dag gingen we natuurlijk gewoon weer door met eten. Even radiootje uit. Hallo. Ja, ik moet nog wel even mijn skincare doen. Oh, echt? Ja, zover was ik nog niet. Nou, dan ga ik alvast rijden naar de supermarkt, want ik heb zoveel honger. Ik ben echt gisteren echt heel misselijk geworden. Maar ik ging bijna overgeven thuis. Ik zat echt op het punt. Ik zou nog twijfelen om gewoon te gaan overgeven. Maar dacht van ja. Oh, wat erg. Ja, het was echt niet normaal. Ik denk ook echt dat het helemaal niet goed voor je is. Ja, natuurlijk is het niet goed. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Maar ja, weet je. Nee, let's go. We gaan lekker ontbijt halen. Ik heb er zin in. We hebben al mega veel producten in ons mandje zitten. Dus ja, we gaan er al goed op vooruit. Ik weet niet of dit al genoeg is. Hier zit in één zakje 1400 calorieën. Per 100 gram zitten er 697 calorieën. En er zit 200 gram in, dus. Dat is echt heel erg veel. Echt heel veel. Ik heb wel zin in Maltesers. Echt? Oh, ja. Okay, ik heb er wel zin in. Van hier. Kom maar hier met die zak. Kom maar hier. Weet je, het moet allemaal op. Ik neem ook wel een paar. Goedemorgen. De Maltesezak is echt al flink leeg. Ja, nog niet op natuurlijk, dus we mogen nog niet helemaal meerekenen. We hebben wel goed ons best gedaan. En we gaan nu aan de pannenkoeken beginnen. Dat was ook nu eigenlijk ons ontbijt. Dit zijn er wel veel hoor. Oh nee, het zijn er vier. Dit zijn pannenkoeken met chocola. En dan gaan we er dus Nutella overheen doen. Sophie is iedere gram aan het optellen, want je zal maar eens een grammetje missen. Je zal maar een grammetje te veel. Gaat ook tussen iedere pannenkoek doen. Ja, absoluut. En het is in totaal 71 gram, dat is 377 calorieën. Er even bij gekleurd. Zo, dat ziet er lekker uit. Als ik dit in een restaurant zou krijgen, dan dikke 10. 80 gram Nutella. Dat is 431,2. Maar laten we wel 431 maken. Met alweer 801 calorieën in de pot gaan we weer verder met ons ontbijtje om aan meer calorieën te komen. Maar naast alleen maar zoetigheid heb je natuurlijk ook wel eens trek in iets zoutigs. Ja, ik trek het niet. Maar als ik dus een beetje chips eet en dan afwissel, dan kan ik het dus wel ineens eten. Oh, dus... ja, slim. Ik moet even een bakje pakken. Ja, het is goed. 90 gram leesjes. In 100 gram zit 508 calorieën en in 90 gram zit 457 calorieën. Oh, lekker! Die chips was echt wel chill. Daardoor ben ik echt een stuk verder gekomen. We're almost there. Ik moet ook nog een stukje. Dit eet ik nog wel. Maar nu nog de chips. Gadver. Hier zijn we ook al best wel ver mee hoor. Nou, daarom. Gaat best wel goed. Maar ik ben wel echt heel misselijk. Last, chips. Zo at hem gewoon, hè. Oké, we hebben natuurlijk heel veel calorieën gegeten, maar dat moet er ook weer afgelopen worden. Dus dat gaan we nu doen, maar wel met eten. We hebben walnoten mee. En rozijnen hebben we mee. En we gaan proberen deze zo ver mogelijk op te eten onderweg. We gaan trouwens niet alleen banden vandaag, we gaan ook naar een sportschool, want dit is natuurlijk niet genoeg. Maar ja, we moeten ergens beginnen. Dus ik dacht, we beginnen even met wandelen. Max, hoe ver zijn we met de walnoten? Oh!
Die kunnen we nu leegmaken. De walnoten zijn op en we moeten weer door naar de nagelsalon. We zijn echt keihard naar huis gereisd en in de auto gesprongen en naar de frietzaak gegaan. Want we gaan natuurlijk niet zonder eten naar de nagelsalon. We hebben een lekkere patatje gehaald. Yeah! Ik heb hier geen zin in. Ik heb hier zoveel zin in. Oh, lekker met de frietlucht in de auto. Oh, frietje mayo. We zijn bij de nagelsalon. Hier, kijk eens, het is smakelijk. Dankjewel. Geniet ervan. Zoveel zin in. Je moet dooreten, hè? Ik hoop niet dat er nagelstukjes in komen, dat zegt dus mijn moeder. We zijn lekker friet aan het eten. En ondertussen is Lee mijn nagels aan het doen. Nee, niet. Het is Lee mijn nagels aan het doen. Lekker smakelijk. Maar nee, dit komt wel, denk ik wel op, want ik weet niet. Ik krijg het dus zo makkelijk weg. Ja hoor. Jij hebt mijn nagels laten kijken. Waar is jouw frietbakje? Die is er lang op. Waar is die? Ik kom bewijs. Een proefbak. Ik geloof je. Ja. Sophie heeft hem ook opgegeten. En jij gaat nu verder aan de mat eten. Ja, je moet er ook op. Is smakelijk. Dank je. We zijn weer wat calorieën verder. We zitten weer in de auto en de frietjes zijn natuurlijk binnen. We hebben nieuwe nagels. Mm-hmm, en echt mega blij mee. Echt altijd zo leuk daar. En ik heb ondertussen nog Maltesers lopen eten. Kijk, ik heb hem echt bijna op. Weet je, ik eet hem anders op. Jij bent al zo ver gekomen. Wauw, echt waar? Ja. Nee, dat? Dat doe ik voor jou. Schat, ik hou van jou. Tada! Oh, deze. Oh, die kan ook nog wel bij. Oh, deze. Die kan ook nog bij. Oh, deze. Ja, die kan ook nog wel bij hoor. Mmm. En we gaan weer door met pistachenoten en je hebt een cakemok. Het klinkt nog vies als je het zo zegt. Nou, eet smakelijk. En er komt ook lekker zo'n damp vanaf. Het kan toch niet goed zijn dat je dit in de magnetron doet en binnen 5 seconden is het klaar. En zometeen gaan we lekker sporten. Vier maanden nu. Ja, het begint wel aardig te groeien. De laatste hap is naar binnen. De mokcake is leeg. De nootjes zijn op. 1200 erbij, officieel. Tjak, tjak. Dit gaan we er ook echt nooit af kunnen trainen, maar we gaan het wel proberen. Let's go naar de sportschool! Hey. Ik sta net op een stoel en ik maak nu geen grap. Oh. Er ligt er gewoon nog één. En toen gingen we naar de sportschool om onze calorieën te verbranden, zodat we zo meteen weer lekker door kunnen eten. We hebben weer lekker gesport. Heerlijk gesport. Ja. En we kunnen weer door. Ik heb honger. We hebben echt honger. Kom op, durf normaal. Ik heb wel zin in Pokeball. Let's go. Ups. Oké, ik heb hier gesneden zalm. Dit is 303 gram. En ik ga er nu sesamolie bij doen. Dit gaat ook wel voor wat calorietjes zorgen. En sojasaus. Volgens mij zit hier niet heel erg veel in. Hier zitten nu 2 gesneden avocado's in. En hier zitten ook aardig veel calorieën in. Zo, lekker gedoucht. En ik heb me omgekleed. Ik heb even iets schoons aangetrokken aangezien we net op gesport. Ja, ik heb ook even iets anders aangedaan. Wij gaan nu naar Utrecht toe, want ik moet even een nieuwe oplader halen voor mijn laptop. En we hebben Pokeball alvast voorgemaakt. Dat heb ik net laten zien aan jullie. En dat gaan we zo meteen eten. Nou, we zijn dus bij de Wal. Hartstikke gaaf. Maar dit is de enige plek dat nog open is om een oplader te halen voor jou. Ja. We zijn naar superveel verschillende winkels geweest, maar we hebben hem. Alleen, we lopen nu echt vet erg achter met tijd. Dus ik ga nu weer door met rozijnen eten. Mag ik hem? Ja, jij mag. Hier. Oh, verkeerde kant. Oh, nee. We gaan even het rozijnen eten, naar Sander rijden en snel de Pokeball eten, want anders gaan we het never nooit halen. De laatste hap. De laatste. Hier gaan we. Lekker bezig. Ik ben trots op je. Het bewijs, hij is helemaal leeg. Door naar de Pokeball. We hebben hier de bak. Vol met Pokeball en allerlei zooi. En we gaan nu de mayonaise toevoegen, maar dat gaan we natuurlijk wel wegen. Ik hou wel van veel mayo, dat is een goed teken. Ik speur er oprecht altijd echt veel overheen. 29. Ja. Nou, hij mag wel 30 zijn. Ja, 30, huppakee. Dat vind ik wel dat jij dat ook moet doen. Zo. Oh, dit is zo'n volle bak. Ik doe hem al nooit zo vol. Echt een rijstveld. Heb je broodkruimels mee? Shit, die ben ik vergeten. We hebben wel ui hier. Ui! Stom mijn been! Oeh, per 100 gram 590 calorieën.
niet waar. Ja, gewoon dat ding erbij. Dan stop je, dan weet je of... 11 zit erin. 20. Ja jongens, we moeten toch ooit een keer aan het eind komen. Dit gaan we ons nooit lukken. Gewoon een dubbele. Na het eten van een heerlijke pokeball met veel te veel mayo en ui, zijn we 2291 calorieën verder. Ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Mag ik gewoon slikken zo? Oké. Ja, ik weet wat je gaat zeggen. Het goede nieuws is dat we dit toch hebben, slecht nieuws is dat we nog nooit door moeten eten. Wat? En daarom heb ik een verrassing. Ik weet dat jullie de hele dag al hartstikke hard bezig zijn om die calorieën binnen te werken. En het gaat hartstikke goed, maar jullie zijn er nog niet. Nee. Appa, lekkere baklava's voor jullie. Dat was echt even een grap. Nee. Dit is weer echt 1300 calorieën. Hoeveel moeten jullie nog? Het goede nieuws is dat het er geen 4 hoeven te zijn, maar 3. Mm-hmm. Na 3 zijn we klaar. Ja. Thanks to Sander kunnen we nu wel op een hele makkelijke manier. Oh. Zo. Het is echt een sompige. Godverdomme. Volgens mij is het gewoon exact dezelfde, joh. Hoeveel zit er in 1? 360 ongeveer. Dus elke hap is ongeveer 100. Hier ben ik gisteren zo bad op gegaan. Ja, ik ga er nu op zich wel weer goed op. Zo blij dat je het voor mij hebt gehaald. Ik vind eigenlijk dat jullie ze gewoon wel allebei op moeten eten. Nee, kom op. Zo, in één hap naar binnen. Ik had het ooit verwacht dat het ons ging lukken om 20.000 calorieën samen te eten binnen 24 uur. Ik dacht, toen we deze challenge begonnen, dit gaan wij niet halen. Want wij hebben naar andere YouTubers gekeken en dat waren mannen. Die waren aan het sporten. En kijk naar ons, we zijn niet heel erg gespierd en erg veel kunnen wij ook heel vaak niet eten. Maar omdat wij het denk ik heel goed hebben voorbereid, met die noten, met de rozijnen, hebben wij het wel gewoon gehaald. Maar ik vond het wel echt heel zwaar. Als je zeg maar de natuurlijke producten eet, dan ja, het is alsnog wel veel. Alleen, je wordt er toch wat minder misselijk van dan die baklava. Het is nu trouwens kwart over 10. Kwart over 10 dus is het nu. Dus binnen 24 uur hebben we het gehaald om de allebei de 10.000 calorieën te eten. Ja, dat dus 20k. Bedankt voor het kijken naar deze video en wij zien jullie bij de volgende.